In deze video laat ik de swatches zien van 4 verschillende Le Scente glitters. Deze keer laat ik wat meer blauwe en groene tinten zien. Ik heb al een keer eerder zo'n soort video gemaakt, maar dat was meer met de roze en paarse kleurtjes. Ik ga deze 4 glitters combineren met verschillende kleurtjes van de C&D Gelec. Het zijn ook allemaal weer blauwe en groene tinten. Van de C&D Gelec heb ik 2 laagjes aangebracht. Deze heb ik elke keer uitgehard in de UV-lamp. Daarna blijft er nog een plaklaag over en daarin ga ik nu de glitters plakken. En dit doe ik met het penseel van Le Scente. Ik ga je nu de swatches laten zien en aan het einde van de video kom ik nog eventjes terug. Want dan heb ik de topcoat aangebracht en dan zie je heel mooi het eindresultaat. Zie je de swatches met een topcoat eroverheen en dan zie je pas echt goed hoe mooi dat de glitters zijn. Ik heb nu dus 8 verschillende Gelec kleuren gebruikt en 4 verschillende Le Scente glitters. En je ziet dus dat je er hele leuke combi's mee kan maken. Uiteraard kun je nog veel meer variëren. Je kan alle kleuren en alle glitters met elkaar gebruiken. Maar dit zijn gewoon combi's die ik zelf erg leuk vond. De glitters van Le Scente zijn verkrijgbaar via laprofilique.nl en Yours Cosmetics. Ik zal de link van de webshops nog even onder deze video zetten. De prijzen van de glitters variëren tussen de 8,95 en de 11,95. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te zien. En natuurlijk ben ik ook heel benieuwd wat je van deze glittercombi's vindt. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Als je de video leuk vond, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!